Dag reviewvrienden van me. Alles lekker? Wat zal ons Achmedje hebben opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Een broodje? Pocket sandwich. Zakbroodje. Smaak? Salami. Nu heb ik niks tegen salami. Nu heb ik niks tegen broodjes. Maar meestal zijn houdbare broodjes niet te bikken. Ga maar eens naar het benzinestation en haal daar een niet vers broodje. Van die driehoekjes, weet je wel, van die sandwiches. En er staan allemaal verschillende smaken op, hè. Ei en bacon en weet ik wat allemaal, ham en kaas. En als je er een hap van neemt, smaakt het allemaal hetzelfde. En het brood is toevallig 4 weken houdbaar. Er zit zo verschrikkelijk veel zout in dat je helemaal gek wordt. Ze zijn niet lekker. Het is niet te bikken. Dus hoe kan dit nou wel lekker zijn? Deze pocket sandwich komt uit Duitsland. Want het staat op Empfohlen von D-Markt. Ja, nou, laten we maar gaan koeken wat er in dat papiertje zit. Wat is dit? Een pocket sandwich is niet meer dan een soort slap, ja wat is het, cakeachtig dingetje. Dezelfde grootte, een plak salami en dan nog zo'n cakeachtig dingetje. Dit is geen broodje, dit is een ongeluk. Maar waar het hier om gaat bij de review is de smaak. Want ik zal je vertellen, ik heb wel vaker dingen in mijn mond gehad die er niet zo lekker uitzagen, maar heerlijk smaakten. Als je mij vraagt, is de salami wel een beetje te dik? Maar goed, laten we het proeven. Het laagje wat voor brood door moet gaan, is nattig. Maar het is ook nog weer droog. Het smaakt naar helemaal niks. Hier. Droge troep is het. Salami. Smaakt eigenlijk ook helemaal niet lekker. Gewoon een hele smerige sandwich. Ik ga er ook niet meer van eten. De Nederlandse uitleg op het papiertje. Speciaal brood met vleesproduct om zo te eten. Nou, ik zal je even vertellen. Het is inderdaad speciaal brood. Namelijk best wel goor. Het vleesproduct is ook best wel goor. En om zo te eten, nou, het is werkelijk niet te vreten. Mocht u uitgehongerd langs een Duitse pompstation komen, mocht u denken van, ik moet iets hebben, anders ga ik dood. Ik zou lekker de dood verkiezen. Want dit is niet te hachelen. De pocket sandwich krijgt van mij een 1. Gadverdamme.